Goedemorgen. kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Afgelopen nacht lagen de minima tussen de 20 en 24 graden. Daarmee is het waarschijnlijk de warmste nacht sinds 1901. Boven het westen van Frankrijk zitten een paar buien. Heel misschien kon er ook eentje richting het noordwesten van Nederland trekken. Maar die kans daarop is klein. Dus de zon overgrote ochtend. Vanmiddag iets meer wolken. Dan heel misschien wel langs de westkust een lokale regen- of onweersbui. Maar er op veel plaatsen vooral heel veel zon. Hoge temperaturen, 30 tot 36. Misschien lokaal zelfs 38 graden. Vanavond neemt de kans op een lokale onweersbui. Kan wel een hele zware bui zijn. Toe. Maar waar die gaat vallen kan ik nu echt nog niet zeggen. Ik weet wel zeker dat het hele hoge temperaturen zijn vanavond. Morgen iets minder heet: 27 tot 32 graden. In de ochtend trekt een eventuele bui via het noorden weg. Daarna opnieuw veel zon en droog weer. Dan de zaterdag, die wordt ook weer bloedheet: 32 tot 37, lokaal misschien weer 38 graden. Opnieuw kans op regen-onweersbuien. En, en opnieuw zeer onzeker waar die gaan komen. Dus dat moeten we zaterdag bekijken. Zondag nog een enkele bui en dan lagere temperaturen. Maar de hittegolf houdt aan tot en met dinsdag. Met Michiel Severin van weerplaatsen.nl